Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. We starten met de Oldtimerdag op het Munsterplein. En naast mij zit niemand minder dan Onno de Bock. Welkom. Welkom, dank je. Goedenavond samen. Goedenavond. Het zou eigenlijk vorige week plaatsvinden, maar we hebben het verzet vanwege het weer. Ja, het was te beroerd om veel gasten te verwachten. Dus we hebben ter 11 uur alles 1 week verschoven naar aanstaande zondag. Aanstaande zondag gaat het plaatsvinden? Ja, absoluut. Wat is de Oldtimerdag? Nou, we doen dit overigens voor de 3e keer. Hè. We doen dat met City Management, met Vert Geerlings organiseer ik dit. En er komen dus een stuk of 50 oldtimers op visite die we over het Munsterplein, die we over de Graaf Gerardstraat en Prinsenhof verdelen. Graaf Gerardstraat, dat wordt een rock'n'rollhoek met Amerikanen. Mooi. Prinsenhof, daar gaan we wat pre-war oudjes neerzetten. En dan hebben we rondom de kiosk hebben we de auto's zoals je hierachter hebt. Want ik ben maar meteen met een oudje naar jullie toegekomen. Ja, heel leuk. Dus ik denk, dan kunnen we die alvast laten zien. Ja. En dat wordt allemaal ingekleed door Rob, de DJ, die muziek van 65 tot midden 80. Alles met vinyl zal draaien. Dus dat gaat gewoon erg leuk worden. Ja. Ja. Je hebt het over 3 categorieën eigenlijk auto's. Voor jou is dat natuurlijk gesneden koek, maar rock'n'roll moet ik dan denken aan van die lange sledes uit Amerika uit de jaren 60, 70. Precies, dat zijn de auto's waar je dan van Mustang tot Hudson, tot Buick, tot nou bedenk het en het zal er zijn. Leren bekleding, lucht inlaten voorop. Wat ze allemaal hebben, ik ben in de Amerikaanse wereld niet zo thuis, maar we hebben er in ieder geval een ronkende rock'n'roll dansgroep bij staan. Dus dat gaat, daar verwacht ik veel van. Ja. Ja, ja. 3 jaar geleden is het gestart. Was het meteen een succes? Ja, want we hebben natuurlijk een goede lobby gedaan. En ik ben al een paar jaartjes met die oude karretjes bezig. En dan is het natuurlijk links en rechts bellen. En wat wij zien gebeuren is doordat benzineprijzen maar oplopen en oplopen. En je moet bedenken dat deze auto's het mooist rijden op 102 octaan. En die kosten in Duitsland inmiddels 2,16 euro. Dus er zijn mensen die zeggen, weet je wat, we rijden naar zo'n event. Dan rijden we een kilometer 25, we hebben een gezellige middag en we rijden 25 kilometer terug. Want als je met 1 op 5 300 kilometer moet rijden, wordt dat een heel ander verhaal. Ja. Aan 2,16 euro. Ja. En iedereen heeft natuurlijk een aanhanger waar je hem op kunt zetten. Nee, maar dat is ook het grootste deel van de lol vanaf. Ja, we moeten wel echt blijven rijden. Ja, ja. Brommen en ronken. Waar komt de passie vandaan? Ja, deze auto is er een uit mijn jeugdjaren. Ja. En ik heb als kind op internaat gezeten. Daarna, en daar had ik een slaapmaat naast mij, die op de slaapzaal naast mij lag. Die is heel jong overleden. Okay. En daar is deze auto van geweest. En die heb ik van de nabestaanden destijds overgenomen. Dat waren toen, in de tijd dat wij rijbewijs kregen, waren dit de auto's. Ja. Dit is dan een MG GT. We gaan er straks nog even uitgebreid naar Carmen gaat even de proef op de zon nemen. Ik wil hem wel zien van binnen. Ja. Maar dit is mijn tijd. Deze auto is mijn tijd dat ik echt oog had voor auto's. Ja, ja. Dit is een jongensdroom die nu hiernaast staat. Ja, in dit geval dus de MG. In Engeland noemen ze dit de Pullman's Jaguar E-type. Maar ik ben daar erg gelukkig mee en erg blij mee. Ja. Ja. Nou is het vaak zo dat de auto's hebben speciale verhalen voor de eigenaren, maar ook in het algemeen. Is dat ook iets wat deze hobby kenmerkt? Want mensen verzorgen die auto's, steken er veel tijd en energie in. Het is toch het verhaal en de beleving samen die het er maakt, denk ik. Ja, dat is het zeker. Geef je een idee, ondanks dat we hier in de buurt een 2-3-tal echt goede reparatiebedrijven hebben zitten, ben ik ooit met deze auto bij de MG Workshop in Monster, Den Haag-Zuidgeland. Ik rijd dus 400 kilometer op en neer voor een andere motor erin of voor service. Ja. Omdat die mensen die doen niets anders als MG, tot en met de moderne MG. waar allerhand elektronica aan zat. Mm-hmm. En daar zijn 4 mensen die hun broek aanhouden met het repareren van deze auto's. En dat gaat dan terug tot ver voor de oorlog. Zo. Mm-hmm. Ja, we hadden het al even over die Amerikaanse auto's. Je had het over de auto's van voor de oorlog. Dat is natuurlijk een heel andere categorie, een heel andere wereld waar die letterlijk uitkomen. Zijn het er ook andere mensen die dat leuk vinden en dat als hobby hebben? Zeker als je het hebt bij de T-Fordjes en dat is een categorie mensen die natuurlijk steeds dunner wordt gezien de leeftijd. En nou is de vraag, wat gaat met die auto's gebeuren? Hmm. Ik vind ze schattig om te zien. Hmm. En het woord zegt het al. Maar dat is geen auto om mee te sturen. Dit is een auto om mee te sturen. Een T-Fordje is een hebbeding om in je huiskamer te zetten. Als je de grote huiskamer hebt. Maar ik zal er niks mee doen. Het event zondag, het vindt plaats op het Munsterplein. Van hoe laat tot hoe laat? We hopen alle gasten met de auto's om 1 uur op hun plek te hebben. Ja. En dan zal het tot 5 uur... op allerhand manieren met de discjockey en met de rock'n'roll dansers en muziek zal het er flink tegenaan gaan. En dat is gratis toegankelijk. Ja. Misschien een paar plek. Ja. Nee, dat is volledig gratis. Misschien nog wel een belangrijke vraag. De vorige keer ging het niet door vanwege het weer. En wat zijn de voorspellingen? Die zijn uitmuntend. Ach, nou. Kijk. Dus niet gloeiend heet, want dat schrikt overigens ook wel mensen af hè, met mooie oude karretjes met leren bekleding. Mm-hmm. Ja. Daar willen ze er doeken over leggen, omdat dat leer kan niet 3 uur in de krankende zon. Mm-hmm. Ja, dat is wel minder mooi. Nee, alles zit mee zondag. Nou, wordt heel mooi. Nu ben ik toch wel echt benieuwd naar de auto. Ja, Henk, dat we even moeten gaan kijken. Carmen gaat me even verlaten, dus ik wil zeggen, Carmen, veel plezier. Hier staan we dan bij die hele mooie MG. Kan je er kort iets over vertellen? Het is eigenlijk een beetje een jeugddroom. Hè. Het is uit de tijd dat ik echt auto's mooi begon te vinden. Dat ik denk, nou, zoiets wil ik toch wel ooit zien te bemachtigen. En dat is deze British Green MGB GT geworden. En hoe lang heb je moeten wachten totdat die eindelijk tot je hem kon aanschaffen? Ja, dat was natuurlijk een kwestie hoe mijn bankrekening eruit zag om hem te kunnen aanschaffen. Hè. Dus dat heeft wel even geduurd en je moet er tegenaan lopen. Hè, want dit is er een die altijd binnen heeft gestaan. Die is goed verzorgd. Maar je hebt ook exemplaren die veel buiten staan en die zijn dan beduidend minder. We gaan eens even naar binnen. Ik ga aan de andere kant zitten. Dan gaan we eens kijken hoe die van binnen zit. Dit zie je niet vaak. Nee, te meer ook omdat deze auto een heel klein beetje vertimmerd is. Hij is wat sneller als gemiddeld. En dat zie je ook aan de stoelen. Ik doe ook wel eens op circuit ermee rijden en behendigheidsritten. En dan moet je wel wat steviger in de stoel zitten als de traditionele stoeltjes. Ja. Het lijkt me heerlijk om met deze auto rond te mogen rijden. En ik denk ook dat als je langs de mensen rijdt, dat er veel gezwaaid zal worden, of niet? Veel reacties zijn. Nou, met name als je naar Engeland gaat. Daar gaan ze bijna uit hun dak als je met een buitenlands kenteken, met hun oorspronkelijke MG, Morris, garage, auto komt aanzetten. Ja. Want? Waarom? Ja, dat is de Engelse traditie natuurlijk, hè, om dat allemaal mooi te vinden. En dat buitenlanders met oude kentekens, want dat herkennen ze wel, dan door Cornwall of wat, of op het Island Man over dat circuit rijden. Ja, dat wordt als heel bijzonder ervaren. Dat wordt zeer gewaardeerd natuurlijk. Ja. Ja. Kunnen we ook een keer de toet laten horen? Want ik ben toch wel benieuwd hoe die klaksoneert, of niet? Nee, dat kunnen we niet, want kijk, ik heb hier het knopje in mijn hand. Ja. En dit moest, omdat we in de Roerpassage zijn. De auto is morsdood. Oh. Dat heeft met veiligheid te maken. Dus dat kunnen we nou niet doen. Dat is nou jammer. Dan doen we dat natuurlijk op het evenement zondag. Op het evenement. Kom zondag. Vanaf 1 uur zul je hem ergens zien staan. Ja. En dan, ik kan je niet uitnodigen om een ritje te maken. Want zondag moet ik erbij zijn. Ja. En het is alleen maar staan. Hè. Het is niet rijden. Maar wellicht dat we de andere keer nog een opname al rijdend maken. Heel graag. Daar hou ik je aan. Nou, heel veel plezier zondag. Wij gaan ons best doen. Het gaat goed komen. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Remunj, Maasbracht en Heerlen.